Hoi, ik ben Jillet en ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6 op de OS Houtwijkschool. Ik ga meestal bij mijn moeder achterop op de scooter, maar ik ga nu lekker op mijn fiets. Hoi, ik ben Rami. Ik zit in groep 6 OBS Houtwijk. Ik ben 9 jaar oud. Meestal kom ik lopen naar school, maar de laatste tijd liever fietsen. Heel veel mensen gaan met de auto naar school. Andere mensen gaan fietsend of lopend. En wij gaan vandaag vragen waarom. En wat het leukste is. Ja. Hoe gaat u met uw kinderen naar school? Met de auto. Zou u het een keertje leuk vinden om met uw kinderen op de fiets te komen? Nou, dat is wel een heel eind fietsen voor mij, hoor. Hoe gaat u met uw kind naar school? Lopend. Met de fiets? Op de fiets. Altijd met de fiets. Of lopend? Ik ga lopend. Lopend is de makkelijkste manier, een beetje gezond voor mij. Het is gezond en het is leuk. De kinderen praten onderweg. Het is veiliger. Ik wil dat hij gaat een beetje meer leren over de verkeer. Daarom doe ik dat. Waarom gaat hij nooit op met de auto dan? Ik heb toch geen rijbewijs. Pollutie. Is niet gezond. Oh, dat is heel goed van u. Ik ga ook wel eens met de auto. Met de auto normaal. Ja, omdat ik daarna naar mijn werk moet. Best ver. Als het heel keihard regent of het zou sneeuwen. Oh ja. Wat is dit nou? Dubbel geparkeerd, dat kan echt niet. Ook op de stoep geparkeerd. Wat vindt u van de drukte hier met de auto's? Heel druk. Vervelend. Ze staan allemaal dubbel altijd. Heel slecht, hè? Liever niet, hè, hier rondom de school. Ja, niet prettig, maar ik moet wel, want ik kom heel ver vandaan. Ik vind het niet veilig voor de kinderen. Ouders hebben vaak haast in de ochtend dus. Ja, ze scheuren toch altijd nog redelijk hard over de drempels heen. Dus ik vind het gevaarlijk bij de school. Juf Marja, u geeft al heel lang les op deze school. Is het er wel eens fout gaan door de drukte hier? Gelukkig nooit ernstige ongelukken. Wel eens blikschade, dus dat de twee auto's gebotst hebben. Maar ze hebben wel eens een keer ruzie gemaakt, mensen, over fout parkeren en dubbel parkeren. Waarom vindt u het beter om lopend of fietsend te gaan? Sowieso beter voor de gezondheid van de kinderen. En de kinderen leren natuurlijk veel meer over het verkeer. En zelf op hun veiligheid letten. Dat is ook erg belangrijk. Wat vind je leuk? Fietsend, lopend of met de auto? Fietsend. Lopend. Fietsen vind ik leuk en het is gezond. Dan krijg ik veel beter conditie. En het is veel gezelliger. En soms heeft mijn vriendin ook haar fiets en dan gaan we samen fietsen. Ik vind lopend veel leuker, dan kan ik met vriendinnen lopen. Het is veel gezonder en het is gewoon leuker dan in de auto zitten. Wat zou jij zeggen tegen ouders die met de auto kopen? Kom gewoon eens een keer met je kind fietsend of lopend. Probeer het een keertje en als je het niet leuk vindt, probeer het nog vaker. Fietsen en lopen is gezonder. Fietsen en lopen is veiliger. Fietsen en lopen is beter voor het milieu. En fietsen en lopen, daardoor leer je de verkeersregels. En het is leuker! Yeah.